Hey, wat leuk dat je kijkt naar vlog 22 die helemaal in het teken staat van dit startnummer en deze dikke gouden plak. Yes, ik heb hem. Zoals je net gezien hebt, ik heb mijn allereerste marathon in Rotterdam gefinished. En in deze vlog ga ik met jou ten eerste mijn verhaal van die marathon vertellen, wat je misschien wel heel herkenbaar vindt als je hem zelf hebt gelopen. Of wat je misschien wel heel nieuwsgierig maakt en misschien wel helpt op weg naar jouw eerste marathon. Voor de trouwe kijkers, inderdaad, ik had even een rustweek. Ik heb voor het eerst in 21 weken een wekelijkse vlog overgeslagen. Omdat ik ook even helemaal een rustweek had. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Dank voor jullie geduld. Fijn dat je weer zit te kijken. Voordat we beginnen, maar even een grote dank en een disclaimer. Ik heb zelf niet onderweg gefilmd, dus ik gebruik zometeen wat beelden van TV Rijnmond. Als iemand van Rijnmond zit te kijken, sorry, dankjewel. Ik heb ze geript van het internet. Jullie logo staat nog bovenin en ik heb het bij deze ook vermeld. Dus ik hoop dat je me toestaat om jullie beelden op deze manier te gebruiken. Genoeg gekletst, laten we teruggaan naar 8 april. Goed, zondagmorgen 8 april 2018. Prachtige lenteochtend. Het is zover. Ik ben op weg naar de marathon van Rotterdam. De eerste marathon van mijn leven. Ik voel me best wel goed. Ik ben het gewoon aan het doen. Het gaat gewoon gebeuren. Alle plannen die ik gemaakt heb, ben ik aan het uitvoeren. En ik heb er vooral zin in. Ja. Dit gaat wel heel soepel. 8:10. We staan nu al in Rotterdam. Daar centraal. En daar is Brasserie Engels. En daar is de Green Room van de Rotterdam Marathon deelnemers Facebookgroep. Daar ga ik in. Daar ga ik niet filmen. Ik ga sowieso niet meer filmen. Ik zie je na afloop. Ik heb er heel veel zin in. Dank voor jullie leuke berichtjes en appjes. Tot straks. Ja, en superleuk hoe zo vlak voor de start die hele virtuele wereld tot leven komt. Allereerst in de Green Room waar Marco Vink en het hele team van vrijwilligers, maar ook op weg naar de start kwam ik Robert Langwouters tegen. Hoi Robert, leuk dat je kijkt naar deze vlogs. En ook Jeanette Pennings, die ik via Strava ken, kwam tegen in het startvak. En Tom Blanchard, een van mijn eerste medewerkers die ik ooit heb gehad als ondernemer. En met hem ben ik eigenlijk heel lang samen opgelopen. Ja, dat eerste stuk na de start ging super. Je ging natuurlijk puur op adrenaline de brug over. En daarna op dat lange stuk richting de Kuip was het zaak om tempo terug te nemen, hartslag te laten zakken en rustig te gaan lopen. En dat lukte goed. Ik kon mooi 5 minuten kilometer lopen, wat ongeveer mijn plan was. En ik werd helemaal niet moe. Sterker nog, na deze mooie high five bij de 10 kilometer, kreeg ik zelfs een beetje overmoed. Ik liep echt te genieten. Het is daar mooi in de natuur aan die zuidkant. Ik ging zelfs een beetje kletsen met Tom. We werden wel wat hoofdschuddend aangekeken door mensen om ons heen. En ik vermoedde toen al dat ik die prijs nog wel zou gaan betalen. En hier bij 13 kilometer zag ik voor het eerst Joël en Sophie, mijn vrouw en dochter. En dat deed de hartslag natuurlijk even tot ongekende hoogte pieken. Maar vlak daarna gebeurt er iets bijzonders. Hier in kilometer 15 loop ik mijn snelste kilometer van de dag in 4:45. En achteraf gezien denk ik dat daar iets misgaat. Want hier op het rondje rond het Zuiderpoort bij Ahoy merk ik voor het eerst dat ik moe begin te worden. En dat het wat zwaarder wordt. En vanaf hier, vanaf de halve marathon afstand tot aan de 25 kilometer moet ik echt moeite doen om 5:30 vast te houden. Ik krijg ook honger op dat stuk, dus ik heb gelukkig wat repen bij me en ik ga eten. En als je me hier ziet bij 25 kilometer begint het opeens eigenlijk al zwaar te worden. En dat was toch iets eerder dan ik verwacht. En hier bij 30 kilometer ben ik voor het eerst, en het leek wel alsof iedereen dat ging doen, bij die lange waterpost even gaan wandelen. En toen begon toch echt alles wel zeer te doen.
Earth, but I am up in space. Ja, en dan gaan we bij kilometer 31-32 het Kralingse bos in. En daar stoppen we even de band, want hier gebeurt iets bijzonders in de route zoals je kan zien. Ik merkte vlak daarvoor op kilometer 31 kwam ik Joël en Sophie nog een keer tegen. En ik stopte altijd even bij Sophie, want ja, dat kind dat staat daar ook maar uren langs de kant van de weg. Wel zo lief om even een knuffel te geven. En ik verloor zowaar een beetje mijn evenwicht. Dus bij kilometer 32 stond de bidonservice van de Green Room. En ik dacht, nou laat ik maar eens even goed eten. Goed mijn bidon met sportdrank leeg drinken en ik had nog een reep en ik had wat gedroogde mango bij me, dus dat ging ik allemaal eten. Maar toen een halve kilometer later dacht het systeem, oh we gaan eten, nou dan weet ik nog wel wat. Als de naam Tom Dumoulin, de wielrenner, je wat zegt? Precies, ik had nogal aandrang. En iedereen zegt altijd, nou dat Kralingse Bos is zwaar want daar staat niemand. Nou, ik kan je vertellen, ik denk dat het kwam door het mooie weer. In 2018 stonden er volop mensen op het moment dat je op zoek bent naar een rustig plekje om even het bos in te duiken. Nou, ik zal je details besparen. Het is uiteindelijk gelukt. Maar mentaal was dit wel een belangrijk moment. Want tot die tijd was ik een beetje aan het strijden tegen mijn plan. Wat wegzakte en mijn verval. En ik dacht, oh jee, het gaat steeds slecht. En eigenlijk daar in dat bos moest ik alles loslaten. Het was gewoon reset. Ik dacht gewoon, ja, laat het maar varen. We moeten iets anders doen. We moeten het gewoon gaan afmaken. Dus dat kleine uitstapje in de bossen toen ik terugkwam, was letterlijk een opluchting. Ik heb daar mijn headphones in gedaan. Tot die tijd heb ik, zoals iedereen het zei, geprobeerd te genieten van de muziek en het publiek. En dat is ook echt gelukt. Maar op dit moment dacht ik, niet meer voor mij. Ik moet nu gewoon zorgen dat ik op een goede manier zo goed mogelijk bij die finish kom. Muziek op en verder. En dan bij kilometer 35 kom je de bocht om en dan kom je op een hele bijzondere plek. Er staan vier grote schermen langs de rechterkant van de weg. Op basis van je startnummer wordt er al dan niet een supportervideo afgespeeld. Nou, die jongen voor mij kreeg een scherm die ging helemaal door het lint, zoals je het hierover ziet. En toen, bij scherm 3... Gerrit, nog even volhouden. Dit is hem. Ga hem halen. Het laatste stukje. Je kan het. En ik kan je vertellen, dat is echt emotioneel. Shaki, vanaf deze weg nog een keer super bedankt. Janken. En ik kreeg de geest. Kijk eens even hier bij kilometer 35. Ik kon opeens weer flink doorlopen. En toen hier bij kilometer 36 gebeurde nog iets heel bijzonders. Er kwam een vrouw uit het publiek die zei, hey Gerrit. En ik weet niet of ze mij herkende van de vlog of niet. Of gewoon aardig was. Wil je wat drinken? Ik zei, nou, hoef niet naar een slokje. Maar ja, ik ging zo langzaam. Zij kon een stukje met mij meelopen. En het voelde als een soort engel. Echt een stukje persoonlijke aandacht. Dus als je ooit langs de kant staat te kijken, dat is heel bijzonder. Ja, in die laatste kilometers gebeurde er eigenlijk iedere kilometer wel wat. Hier bij 38 zie ik opeens een gozer voor me en die begint echt te zwalken. Dus ik zeg tegen hem, ik zeg, joh, heb jij nog wat te eten? What? Hij sprak geen Nederlands, een buitenlander. Ik zeg, hier, ik had nog twee jelletjes. Eet dit maar. Oh, thank you. En het feit dat ik de kracht had om iemand anders er doorheen te helpen, gaf mij weer zo'n boost dat ik wel weer een stukje verder kon. Nou ja, en toen kwam ik bij kilometer 40. Nou, het ziet er niet meer uit, maar ik had inmiddels op mijn klokje gekeken en gezien dat ik nog 18 minuten had om die laatste 3 kilometer af te maken, zodat ik nog onder de 4 uur kon finishen. En hoewel ik in het bos alles met betrekking tot tijd redelijk had losgelaten, kreeg ik nu toch wel zoiets van, na 6 minuten kilometer pushen, dat moet lukken. Dus ik ben ervoor gegaan. Show you all the city lights. Ja, en dan kom je hier bij de kubuswoningen rechtsaf bij de Blaak en dat is echt fantastisch. Ik heb de muziek uitgegooid. In mijn beleving stond het daar echt 4-5 rijen dik. Nou, ik zie nu in de beelden dat het op dit stukje meevalt, maar volgens mij bij het station was dat wel zo. En als je rechtsaf de Coolsingel opgaat helemaal, niet normaal. En na het prachtige genieten op die Coolsingel volgt dan natuurlijk ook nog de online lawine van misschien wel ook van jou met felicitaties en gelukswensen. Nou, kan je vertellen, dat is echt
heerlijk om nog de rest van de dag met je zere poten op de bank doorheen te scrollen op Strava, op Facebook, op Instagram. Dank jullie wel, al jullie reacties zijn fantastisch. Maar goed, teruggeland hier in de werkelijkheid. Het zwarte gat eenmaal door. Afgelopen, trouwens, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar ik mocht dus afgelopen week, had ik een rustweek. En donderdag, vrijdag, zaterdag, ik was een potje chagrijnig, jongen. Niet te genieten. Dus ik ben gelukkig zondag op de racefiets gestapt. 65 kilometer gefietst. Ik heb gisteren iets van 80 kilometer gefietst en nog een uur gezwommen. Ik bedoel, ik moet die energie kwijt. Nou, dus ik ben er weer. Heel goed. En dat geeft me dus ook de kans om iets meer te reflecteren op wat die marathon mij nu gebracht heeft. En dat zit op verschillende niveaus. Ik liep die Coolsingel af en ik wist al, dit ga ik vaker doen. Dit is echt fantastisch. Zelfs met die strijd en die struggle daar in dat bos en alle ellende en alle mooie dingen. Ik vond het geweldig. Wat ook bewezen is, het kan prima met het sportrusten schema. Het schema waarbij je niet verder traint dan 14 kilometer. Maar zoals je veel waarschijnlijk al hoort op internet, mentaal is dat wel een lastige. Want ja, je hebt nog nooit zo ver gelopen. Een grote les die ik van die marathon geleerd heb is in het hier en nu zijn. Het is heel zweverig, heel abstract, maar daar ben ik al jaren mee bezig. Maar in die marathon wordt dat nog weer eens een keer zo concreet. Je moet gewoon bezig zijn met de ene stap voor de andere stap. Het heeft geen zin om na te denken als je bij 25 kilometer moe wordt dat je er nog 17 moet. Nee, je moet van 25 naar 26 en van 26 naar 27 doen wat er voor je staat. En nou ja, nogmaals, dat is niet uniek, maar daar kom je in die marathon wel weer op een hele mooie manier achter. En nog één, en dat gaat over die ademhalingsoefeningen in het sportrustenprogramma. Ik zal dan nu maar eerlijk bekennen, ik heb dat niet zo strak gedaan als dat het wordt voorgeschreven. Ik heb echt niet twee keer per dag 10 minuten zitten mediteren. Maar ik heb toch wel regelmatig daar tijd aan besteed. En ook met de hartslagmeter en de ademhalingsoefeningen en gekeken of ik mijn hartslag omlaag kon krijgen. En weet je wanneer ik daar het meest profijt van had? Eigenlijk in die laatste week dat het niet eens zo gaat om het trainen, maar om de zenuwen. Want wat word je gek in die laatste week. Onder andere door die Facebookgroep waar iedereen met elkaar gek wordt. En zeker ook die laatste 24 uur. En juist op die zondagochtend heeft het me echt heel erg geholpen dat ik gewoon een kwartier hier beneden op de bank gezeten heb. Heb zitten ademhalen en wist dat dit niet gek was. En dat ik wist dat het effectief was. En dat ik wist dat ik daarmee mijn hartslag weer rustig kon brengen. Mijn lijf in rust kon krijgen. Tot zover even, want dit is alweer een hartstikke lange vlog geworden. En we gaan natuurlijk gewoon weer iedere week door. Het was even zoeken naar een nieuw doel. Die marathon was natuurlijk een groot doel, maar laten we niet vergeten. Ik heb me uiteindelijk ingeschreven voor die marathon om fit te zijn voor het triathlonseizoen. En dat staat op het punt om te beginnen. Aanstaande zaterdag doe ik mee aan de Pyramide Cross Duathlon. Cross wil zeggen in het bos rennen, in het bos fietsen op een mountainbike. En duathlon wil zeggen dat we niet gaan zwemmen, maar dat we gaan rennen, fietsen en rennen. En aanstaande donderdag, ja vandaag dus waarschijnlijk als je dit kijkt, hebben wij met de Utrechtse Heuvelrug Triathlon een wisselclinic. En daar gaat mijn volgende vlog over. Dus als je benieuwd bent naar wat handige tips om snel te wisselen tussen het lopen en het fietsen, abonneer je dan nu op mijn kanaal als je het nog niet gedaan hebt. En zorg dat je volgende week weer kijkt naar vlog 23. Tot dan!